Slap gezeik. Ja? Ja, zeker. Slap gezeik, zeker. Ja. Dat is het enige nog wat ze hebben hier, de Valkenberg. Ja. Dan moet Valkenberg het toch van hebben. Ja, dadelijk is er niks meer over. Alles wel eens gesleten. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe toegangsweg naar dit openluchttheater hier in Valkenburg. Maar de exploitant heeft grote vraagtekens over de levensvatbaarheid van het theater. Nu de gemeente heeft aangekondigd dat ze de geluidsnormen gaan handhaven. Het probleem is dat de gemeente Valkenburg ons heeft laten weten dat wij komend theaterseizoen 2025 geen versterkte voorstellingen, hè, mechanisch versterkte voorstellingen mogen doen. Maar met de 900 plekken in het openluchttheater moeten vrijwel alle voorstellingen versterkt worden. En aangezien het theater tegen de bebouwing aan ligt, worden de geldende geluidsnormen regelmatig fors overschreden. De gemeente zegt sluiting van theater te willen voorkomen en doet een eerste handreiking. De gemeente Valkenburg laat in een verklaring weten afgelopen weekend dat er 12 voorstellingen zijn in het nieuwe seizoen waarin de geluidsnorm niet van toepassing is. Het is met 12 keer, ja, dat gaat niet. Je kunt geen theater exploiteren op 12 voorstellingen. Hoeveel voorstellingen hebben jullie nodig? Nou, hoe je nodig hebt, dat durf ik niet te zeggen. Ik kan wel zeggen dat wij afgelopen jaar hadden wij in totaal, want we hebben ook nog een klein binnentheater, hè, waar we voorstellingen doen. Maar in totaal waren er 60 voorstellingen, waarvan er 50 in de open lucht zijn. Afgelopen jaren werd de overschrijding van de geluidsnorm door de vingers gezien door de gemeente. Terecht vinden de omstanders vandaag, want het theater trekt veel verschillende bezoekers. Jong en oud, jong en oud. Hè? En zijn zus wie dat die laatst was met het optreden van ABBA. Ja, dat was magnifiek. Het theater voelt zich overvallen door de aankondiging van de gemeente. Komende week zitten de partijen om tafel. Dus het bestuur komt, van het Openluchttheater Valkenburg komt morgen samen en die nemen een standpunt in. En die zullen daar naar aanleiding daarvan weer met gemeente contact hebben. En voor mij is het dan afwachten wat er uitkomt. En het afwachten geldt ook voor de inwoners van de Geurstad die wel een mening hebben over de mogelijke uitkomst. Als ik langskom en ik huur muziek, dan is het wel af en toe wel een leuke muziek te huren, af en toe hier in de stilte.